In het Engels maar even uitleggen. Noem maar Nederlands. Ja, Nederlands. Oké. De Farouka ga ik nu in stappen voorspelen. Het begint met het E-septiemakkoord. Ja, de telling gaat als volgt. Met de duim gaan we met de rechterhand spelen. 1, 2, 3, 4. En vervolgens met de duim pakken we eerst het A-mineurakkoord. Gaan we met de duim vanaf de vijfde snaar in stukjes. Dus 1, 2, 3. De laatste drie dus tegelijk. Ja, nog een keer. 1, 2, eventueel met de pink erbij. 4, 1, 2, 4. Ja, de volgende stap is een D-mineur akkoord. Ja, pakken we zo. Dan gaat de duim op de vierde snaar. Wijsvinger op de eerste snaar. En deze twee vingers, middelvinger en ringvinger, zet je op het bovenblad. Ja, dan krijgen we de duim. Dan de wijsvinger. De eerste snaar. Ja, en de wijsvinger die gaat helemaal door tot de muis van je duim. Dus 1, 0. Dan ga je door met de duim. 2, 3, 4. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Dan pakken we het A-mineurakkoord. Precies hetzelfde principe. Ook weer. Duim op de vijfde snaar. Duim, wijsvinger. 1, 2, 3. Laat de twee snaren tegelijk. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. En dan met de duim het E-septiemakkoord. 1, 2, 3, 4. Ja, dus het laatste stukje is een loopje. Dat gaat zo. Dan heb je het A-mineur akkoord vanaf de vijfde snaar. 1, 2. Ja? Gaan we verder met de volgende stap. Dat is het kompas. Het ritme van... En bij de flamenco noemen ze dat kompas. Dat gaat zo. Dus met het E-septiemakkoord. A-mineur. En D-mineur. Dat zijn de basisakkoorden. Ja? Gaan we eerst de duim naar beneden doen. Dan wijsvinger... Omhoog pak je ongeveer de eerste drie snaren mee omhoog. Dus 1, 2. Daarna middelvinger en ringvinger naar beneden. 1, 2. Krijg je dan dus 1, 2. En dan hetzelfde.
knopje, een variatie. Is altijd aan te raden om wat te variëren. Dus een keer. Kompas kun je uitbreiden met een raskiado nog. Ja, die raskiado oefenen we als volgt. Je gaat zeg maar, je buigt je pols naar binnen en je begint met je vanaf je pink over de snaren dus te gaan. Dus je pink gaat eerst, daarna je ringvinger, middelvinger en wijsvinger. Dus